Burgemeester Mietendorf hoopt dat inwoners van de gemeente Heumen de democratie zullen vieren door te gaan stemmen. Ze roept mensen op om hun stem te laten horen tijdens de provinciale staten en Europese verkiezingen. Er gaan 10% meer mensen naar de stembus in Heumen dan het landelijk gemiddelde. Een prestatie waar de burgemeester trots op is. We zijn heel blij met deze opkomst die landelijk gezien aan de hoge kant is. Maar dat wil nog steeds zeggen dat ruim 35% niet heeft gestemd. En stemmen is een heel groot recht. We zouden daar met elkaar gebruik van moeten maken. Ook omdat het gewoon kan. Er zijn ook landen waar je helemaal niets te vertellen hebt. En hier kun je in ieder geval mee beslissen wie namens de hele gemeenschap van Heumen ook onze gedachten in ieder geval meegeven wie zou moeten besturen. Je kunt daar invloed op uitoefenen. En dat is van heel groot belang. En ik hoop dat mensen beseffen dat door te gaan stemmen je echt de vrijheid viert. Dat je weet dat je vrij bent en dat je kunt stemmen. Dat is toch een heel mooi moment eigenlijk. Naast trots zijn op de verkiezingsopkomst is de burgemeester ook erg te spreken over de mate waarin burgers zich inzetten voor de Heumense maatschappij. Burgerparticipatie, inwonerparticipatie zoals we dat noemen in onze gemeente, dat vinden wij een groot goed. En het is heel fijn dat mensen zelf initiatieven nemen die wij ook als gemeente kunnen ondersteunen. We denken dan niet alleen aan initiatieven waar het tussen gemeente en inwoners gaat, maar ook inwoners onderling, inwoners samen met vrijwilligers, samen met ondernemers ook. Dus dat je echt groepen mensen krijgt die met elkaar dingen doen. Als het gaat over een groot succes, dan denk ik dat dat het grootste succes is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt. Riet Dinnissen was de gelukkige winnaar. Het idee achter de prijs is om vrijwilligers voor hun werk te belonen, aldus de burgemeester. Verder geeft ze aan dat veel Heumenaren het nut van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie inzien. Ik denk dat wij proberen door oog te hebben en ze in het zonnetje te zetten, dat er wel iets aanstekelijks kan uitgaan. Want die mensen zijn zo goed bezig. U hebt het gezien. Ze kunnen zoveel tot stand brengen. En dat geeft ook energie. Daarbij betrek je ook mensen die normaal gesproken misschien gewoon thuis zouden zitten op de stoel televisie te kijken. En dat kan ook. Maar het is natuurlijk leuker als je met mensen samen actief kunt zijn. Want daar krijg je veel meer energie van. Dus dat houdt mensen ook gezond. Het houdt ze goed hun brein op orde. Hè, want je moet nadenken, je moet praten met mensen. Dus ja, wij hopen dat nog steeds meer mensen in onze gemeente samen zorgen voor een hele leuke, fijne, gezellige en veilige gemeente. Voor Heumen staat in 2019 weer veel op de planning. Met als grootste activiteit de herdenking van de bevrijding in september. Nou, we zijn al een hele tijd bezig om een wat langer programma te hebben voor 2019, Market Garden. 75 jaar bevrijding is natuurlijk heel bijzonder, omdat het wellicht de laatste keer is dat nog overlevenden van de oorlog het ook daadwerkelijk mee kunnen maken. Hè, voordat het weer feest zou kunnen zijn, 80 jaar, dat is eigenlijk, dat gaan we niet redden.